Aan het einde van de Tromplaan in Enschede staat een gebouw dat al zo'n 30 jaar dienst doet als kantoor, maar daarvoor tientallen jaren bekend stond, en voor sommigen nog steeds als Hotel Memphis. Ontworpen door architect Karel de Basel en postuum afgemaakt in opdracht van de familie Menko. Het verhaal over dit hotel en het totstandkoming ervan is nu te lezen in het boek De Laatste Kamers van de Basel. Van Leon Brokers en Leon is bij ons. Welkom. Ja, Dank je. Je werkt zelf voor IAA-architecten. Klopt. Is het trouwens IAA? Aa of Ia Iaa architecten ja het ligt aan de um, biertjes erin uh, gooit volgens mij. Nou, het is het is eigenlijk het het is eigenlijk weer kort voor ingenieurs en architecten associatie wat de ja, oorspronkelijke naam is en dat dat bekt helemaal. helemaal dus je <laughs> het heeft schreven, weet je wat we maken de Iaa van IAA. ja maar goed waar, waar ik naartoe wil is dat ja. het, het is niet niet geheel toevallig dat iemand van dat bedrijf met uh, het boek over dit gebouw komt hè? klopt ja want uh, nou ja het het het, 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 het het gebouw is dus uh, ruim 25 jaar uh, uh, nou ja, gebruikt he, als, door IA, als, als zijn het hoofdkantoor. En nog en, steeds, um, toch? Nee, nee, nee. We zijn, uh, twee jaar geleden zijn we vuist naar de, naar de Melkhal. Oké. Okay. Omdat we op een gegeven moment toch he, uh, uh, nog afvroegen of eigenlijk een hey, beetje de, 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 de sfeer he, en of dat eigenlijk nog wel he, en de manier waarop het gebouw in elkaar zat, of het nog wel paste bij de manier waarop wij willen werken en of het eigenlijk wel past ook bij uh, de uitstraling die je als een. Als architectenbureau wil hebben, hè? want nou ja, goh, uh, uh, um, ik heb wel eens begrepen van collega's dat er wel eens opdrachtgevers binnenkwamen. Die dachten dat ze een, een advocatenkantoor binnenkwamen hè? of een notariskantoor. Ja, die ja die misschien heeft... moeten we toch even oh, dan even een plaatje erbij ja. pakken, want dan hebben we ook een van, beetje een beeld van de toko. Mensen die in Enschede bekend zijn, die weten wel dat als je de, het volkspark uitloopt aan de kant waar een trapje omlaag gaat, zeg maar de, de stad, de kant van de binnenstad, de kant van de Enschede centrum, dan uh, is dit het eerste gebouw in de rechterhand. Hè? Ja. Ja, klopt. Ja. ja, nou ja, kijk, je, je hebt daar dus zelf ook gewerkt ja. in dit gebouw. Ja. Uh, ik werk in dit gebouw, maar ik ga niet per se verhalen, een boek <laughs> over schrijven. Dat kan ook, hè, over dit gebouw is ook heel veel te vertellen. Maar wat maakt dan nou dat jij dacht, ik ga een boek over schrijven? Nou ja, kijk, kijk ik, op het begin ben ik architect, hè, dus ik ben misschien iets meer geïnteresseerd in gebouwen dan, het uh, zou ik me kunnen voorstellen, dan hè, de, de, de gemiddelde, gemiddelde leek. En, um, Eigenlijk is het, is het, is het, is het, is het uh, een beetje begonnen, ik denk ergens rond 2004. Toen heeft het architectuurcentrum Twente heeft toen een tentoonstelling georganiseerd van de Basel in Enschede. Dat is de architect? Dat is de architect inderdaad, ja. precies. En, en die hadden toen een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Dingen een aantal tekeningen van een aantal projecten. En ook een uh, aantal gebouwen die hij dus in Enschede ontworpen heeft, uh, die waren toen ook te bekijken met een rondleiding. En dat is dus uh, Villa Stokhorst. Dat is eigenlijk de eerste villa die hij in Enschede heeft ontworpen. Uh, het, uh, het Menko van Damhuis, dat is eigenlijk het huis wat, dus tegenover hè, het, het pand staat waar we het uh, waar boek over gaat. Ja, ja. Uh, nou ja, dit pand dus, hè? dus, dus het, uh, het, het Menko Eredesheimhuis, het voormalige uh, Hotel Memphis. Uh, en hij heeft ook uh, ooit, dus, natuurlijk de eerste schetsen gemaakt voor de synagoge, hè? die uiteindelijk later door zijn opvolgers dus verder is uitgewerkt. In, het, ja, in de synagoge die er ja, nu staat. Ja. Dus die Karel de Bazel heeft nogal een hand in het stadsgezicht van Enschede, om het zo te zeggen. Dus, er staan een paar hele mooie gebouwen van hem hier. Ja, 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 ja. klopt. En hij, hij woont in bussen, dus hij heeft de meeste uh, ontwerpen voor woningen, want hij heeft met name woningen ontworpen, een stuk of 60 in Nederland. Ja. En um, uh, de meeste staan dus in bussen, of in ieder geval in het gooien omgeving. En, maar ja, hier in Enschede hebben we ook drie hele mooie exemplaren uh, staan. Ja, maar, goed, maar dan, dan rest nog steeds voor mij de vraag van, van, van waarom, waarom dat, dat boek over dat gebouw? Wat was voor jou nou de trigger geweest? Nou, omdat ik eigenlijk sindsdien, en dan, dat is eigenlijk al, al, al een kleine twintig jaar, al, al, he, al, al allerlei dingen aan het uitzoeken ben van het, he, van het gebouw. He. Op zoek naar oude foto's, op zoek naar oude tekeningen. Nou, het mooie is dat in, uh, in Rotterdam bij het uh, nieuwe instituut, daar ligt dus ook het, het hele archief van architect de ligt daar nog. Dus ik heb gezegd van nou... Laat mij maar eens de tekeningen zien die van, dit, hè, van deze villa gemaakt zijn. Het bleken 250 tekeningen. Mm. Echt elk, elk detail, elk ding wat je maar kunt bedenken werd in die tijd natuurlijk uitgetekend. Dus uh, nou ja, dan begint het natuurlijk al een beetje te, 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 te broeden in je hoofd. En, um, uh, en eigenlijk, eigenlijk probeer je steeds meer ook te, hè, over de architect natuurlijk qua informatie te vinden. En uh, op een bepaald moment dacht ik van, en dat is eigenlijk ook de reden waarom he, het, het, het boek De Laatste Kamers van de Basel heet, is dus dat um, uh, het is 100 jaar geleden dat het gebouw werd gebouwd. Dus ik denk dat, uh, als, als je nu dus op deze foto ziet, die ik op het beeldscherm zie, uh, dat is eigenlijk toen het gebouw net klaar was, ik denk dat ze honderd jaar geleden net het dak erop hadden zitten. En um, het is ook uh, inmiddels net iets meer dan 100 jaar geleden dus dat architect de Basel is overleden. Want ze waren dus net bezig met de bovenste verdieping. En toen is hij onverwacht is hij overleden. Hij was in het trein op weg naar een begrafenis van een collega-architect. En toen is hij dus zelf overleden. Een beetje een triest verhaal eigenlijk. En um, uiteindelijk, maar ze waren met dit gebouw aan het bouwen. Dus uiteindelijk hebben zijn opvolgers, hebben dus dit, dit gebouw dus voltooid. Mm -hmm. Maar uh, de slaapkamers, uh, dus op de eerste verdieping. Dat waren eigenlijk de laatste kamers waarvan hij het interieur nog ontworpen heeft. Of uh, waar hij nog een handtekening op heeft gezet. Dus in ja. feite waren dat dus... De laatste kamers van hem, van zijn oh, ontwerp. Ja, ja. En die kamers die zijn dus nu niet meer. Die, die, die zijn er eigenlijk, tenminste qua. Uh, zijn niet meer zoals ze toen waren, want het is hotel geworden, dus toen is eigenlijk alles eruit gesloopt. Um, alleen wow. we hebben de tekeningen nog, gelukkig. Ja, ja. En op basis van die tekeningen en alle andere correspondentie heb ik dus een reconstructie gemaakt. van hoe die kamers eruit hebben gezien. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje het, het begin geworden van het boek zou ik al zeggen. Hè? Dus ik ben begonnen met tekeningen, wat wat een, een iets erover schrijven. En vervolgens dacht ik van ja, maar. Ik heb ook nog foto's van wat er nog wel is, en ik, van de binnenkant van buitenkant. En ik weet iets over de architect, en ik weet iets over de familie. En nou ja, zo langzaam, ja. Een stukje een beetje, groeit het eigenlijk uit wat het hetgene wat het nu is. Want wat, hoe lang ben je bezig geweest met uiteindelijk het schrijven van het boek? Nou, ik denk dat het al met al, denk ik, uh, ik denk dat ik al een jaar of zes, zeventig geleden al mee begonnen ben. Ik ben er natuurlijk niet constant mee bezig geweest. Hè? Bedoel, het heeft natuurlijk ook een hele tijd stilgelegen, want ik heb het eigenlijk in eerste instantie alleen voor mezelf geschreven, omdat ik het leuk vond. En toen durfde ik het, ik zou haast zeggen, toen durfde ik het een keer aan iemand anders laten zien. En ze zei van Goh, zou het misschien interessant zijn om daar een keer echt iets meer te doen? Want ik ben daar uh, iets te bescheiden voor, volgens mij, om daarmee te gaan. Uh, om daarmee op te de ja, te ja. voorgrond te, te, te trainen. Maar dat is volgens mij iets typisch uh, Trends. Um, en ja, zoals eigenlijk het balletje geen met gaan rollen. Hè, tot zoals nou ja, wat, er dus nu, wat er nu ligt. En, maar het gebouw ligt er eigenlijk dus nog hetzelfde bij. Als toen het, uh, uh, het officieel. Uh, geopend werd. Want er heeft nog een heel belangrijk iets tussen gezeten. Uh, vijf jaar lang waarin heel veel gebouwen kapot geschoten werden. En dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. Ja, ja, van is, de buitenkant uh, staat het er dus nog hetzelfde bij. Ja, maar van de buitenkant bedoel ik. Ja. ja, nou het, het is zo, um, eigenlijk hebben we nog geluk dat het gebouw er staat. Want ik weet op het kruispunt waar nu het Tromphuis staat, wat vroeger de staat um, er van met de GGD? Eigenlijk rond dat kruispunt hebben drie hele mooie villa's gestaan. En die zijn dus inderdaad uh, tijdens het bombardement zijn nu dus uh, verloren gegaan. Mm. Dus ja, als het bommetje net 100 meter verderop was gevallen. had dit pand er niet meer gestaan. Ja. Um, dus uh, ja, we hebben eigenlijk gewoon geluk dat het pand er dus nog, uh, dat het er nog staat. En um, zoals gezegd, het is natuurlijk eerst huis geweest. Hè, als, als, als woning gebouwd hè, voor de familie Menkel zijn. Um, toen is het in de oorlog is het in beslag genomen door de Duitsers, omdat zij Joods waren. Ja, ook, ook. Maar er zijn denk ik ook meerdere huizen in, in, in die straat zijn in beslag genomen door de Duitsers destijds. Maar het zal met name inderdaad te maken hebben dat zij inderdaad Joods waren. Um, nou ja, na de oorlog hebben zij het huis teruggekregen. Alleen uh, inmiddels was meneer Menkel al overleden. Uh, uh, de kinderen waren het huis. En eigenlijk alleen mevrouw Menkel was er dus nog. En ja, voor haar was het huis gewoon veel te groot in de eentje. Dus zij is bij haar schoonfamilie aan de overkant gaan wonen. In het Menco Damhuis? Precies, in het Menco van Damhuis. En, uh, en toen is eigenlijk het idee gekomen om daar dus een, een luxe hotel van te maken. Ik geloof dat na de oorlog, hebben volgens mij ook eerst als, geloof ik, nog kinderen van NSB'ers, hebben ze volgens mij daar ook nog een tijdje uh, opgevangen. En toen is het inderdaad, ergens in de jaren 50, is het inderdaad Hotel Memphis geworden. Hè, waar, nou ja, waar, zoals de meeste mensen het eigenlijk kennen. Ja. Maar goed, dat was dus blijkbaar niet uh, geschikt als hotel, meteen. Want wat ik hoor jou zeggen, ja, ze hebben eigenlijk het, uh, alle kamers zoals ze uh, ooit bedoeld waren door meneer de Bazel, die hebben ze eruit uh, gehaald. Nou, het, het, het aardige is eigenlijk dat uh, het, 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 het huis wel juist heel bijzonder is. Want alle slaapkamers, en in, in, dat is helemaal voor die tijd, hè, als je het hebt over honderd jaar geleden. Mm. alle slaapkamers hadden dus een eigen badkamertje of een eigen sanitaire ruimte. Hè. Het, het huis had oorspronkelijk drie badkamers. Eén voor, één voor de ouders, eentje voor de kinderen en logiers en eentje voor het, voor het personeel. Hmm. En uh, ja, eigenlijk bij alle kamers zat eigenlijk ook allemaal al, 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 al een, ja, een, een, een soort van sanitaire ruimte Dat bij. En in Dus het waren eigenlijk gewoon hotelkamers. Ja, bij wij, wijze van spreken b, 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 wij wel inderdaad. Ja, ja en uiteindelijk, uh, maar uiteindelijk, een gegeven moment hebben ze hebben toch gezegd van ja, goh, zo'n badkamer, weet je wat, daar kunnen we ook gewoon een kamer voor maken met, met, met een heel klein hoekje waar je alleen maar een toilet in zit. Dus uiteindelijk, ja, toen het hotel werd, heeft men er toch voor gekozen omdat het we weer allemaal te gaan verbouwen. Ja, ja. En, en waarschijnlijk meer kamers ook ja, gemaakt. Ja, Want dan uh, meer kamers is meer geld, wil ja. ik het dan maar de ondernemer vormen. Ja, en, en laat ja. zijn natuurlijk nog weer die zijvleugels eraan gebouwd, hè? dus die zijstukken hè, met nog extra kamers. Weet je ook waarom dat Memphis, waarom dat zo populair is, waarom mensen het er nog steeds over hebben? Goeie, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, kijk, ik, ik, ik heb hetzelfde nooit als Hotel Memphis meegemaakt, hè, dus ik heb, ik heb daar zelf die, die binding niet mee. Um, uh, kijk, het is natuurlijk altijd wel een hele bekende naam geweest hier in Enschre. Het was ook altijd een beetje een, een, een luxe hotel. Um, en um, het zal ook te maken hebben denk ik, met het radioprogramma, hè, wat op een gegeven moment uh, vandaan kwam. Hè. Ik, ik ben ook hè, wat ook uh, aan Memphis genoemd was. Ja, klopt. Uh, dus, dus Radio Memphis, ik weet niet precies meer hoe, het, hoe, het, hoe het, het heette. Ja, nee, goed. We hebben zelfs het Ondernemerscafé Memphis bij ons nog een tijd ja. uitgezonden. En uh, goed, de, 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 daar is een hele geschiedenis aan vooraf, inderdaad. Dus ik denk, ja, dus ik denk dat de daardoor de ook, denk ik, ook met name die naam Memphis ergens blijven hangen hè, in Enschede. Ja. Uh, in en ook dat mensen nog steeds het over het Hotel Memphis. Hebben, he. Terwijl het dat in feite al, uh, nou, al ruim 30, bij de 30 jaar niet meer is. Volgens mij vanaf 1994, uh, dus ja, 30 jaar. Maar ja. het was, was dus wel een, 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 een veel sterren hotel, ja. wat dat betreft. Ja, het was wel eens. Dus, het, het viel wel in het luxe, luxe segment. Ja. 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 Ik bestond toen ja net, nog, nog net <laughs> vier jaar, dus ik heb geen idee. Ik, toen ik vier was, heb ik geen hotel geboekt daar. Maar uh, ja, gut. En wat, wat, wat als je dit, dit boekje nou zo, zo hebt zeg maar, je, mm -hmm. zijn er ook mensen die zeggen van ik, ik wist dat niet of wat, wat, wat levert nou zoiets op of is het vooral een soort van eigen project? Um, nou ja, het is, het is als eigen project begonnen, kijk het is ook een beetje denk ik een, 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 uh, ook een soort van voortzetting op de, op de rondleidingen hè, die ik wel eens door het, door het pand heb uh, gegeven. Um, en je merkt gewoon dat mensen, mensen zijn gewoon geïnteresseerd hè, in, 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 in hoe... De geschiedenis van het gebouw, want zoals, zoals je ook al zei, he, iedereen, iedereen kent het gebouw van de buitenkant. Mm. Mensen zijn ook vaak best wel nieuwsgierig van hoe ziet het nou van binnen uit. En um, uh, ik heb ook in samenwerking met, met de synagogen, waar ik ook als vrijwilliger werk, heb ik ook al eens de basel he, een aantal keer een de Basel-middag georganiseerd. He, dus, waarbij ik dus een lezing gaf en waarbij dus volgens ook de deelnemers ook een rondleiding kregen dus door de synagogen. Uh, door dit huis en ook door het huis aan de overkant. Mm -hmm. ja, en dan merk je Amerika, dat mensen gewoon heel enthousiast zijn. Hè? En hetzelfde als een aantal jaar geleden heb ik ook een keertje voorgesteld om mee te doen met Open Monumentendag. Omdat wij dat nooit deden. Want hè, hier in Enschede is eigenlijk, een beetje, eigenlijk altijd dezelfde panden open hebben op. Open Monumentendag. Hè? Het is eigenlijk altijd het stadhuis en de kerk op de, ja, de, op de, op de Oude Markt. En toen, ik, ik, ik had hetzelfde gevoel. Nou, Volgens mij vinden mensen dit wel interessant. Dus ik heb het voorgesteld uh, aan de directie van. Goh, zullen we een keer, hè, het ook, ook een keer openzetten op Open Monumentendag? En ze nou ja. Als jij het wil organiseren, dan, uh, nou, dan, dan doe je maar en dan zien we of er een paar man langskomen. Ja, en? Uh, we hebben die dag 250 bezoekers gehad. Ik heb volgens mij uh, 11 non-stop rondleidingen door het gebouw gegeven. Ik had gelukkig nog een collega die er ook nog een stuk of 5, 6 tussendoor <laughs> gedaan heeft. Dus dat was gekke werk. Waar maar de... wat, wat, wat vertel je dan? Want ik bedoel, jullie hadden daar een, een kantoor. Ja. Het is dus ook nog verbouwd tot, tot kantoor. Dus het is, het is, de Menko's woonden hm. er ooit. Toen is het verbouwd tot Hotel Memphis en toen ja. is het verbouwd tot kantoorpand. Ja. Uh, zeg je dan nou van, uh, hier zat ooit uh, de badkamer van uh, meneer Menko of wat dan ook? Of hoe? Uh, nee, ik had, uh, kijk, als, als ik mensen al rondleid, dan was het altijd op de benedenverdieping, hè? dus wat de oude, de oude huiskamer, de oude eetkamer, de oude biljartkamer, uh, de oude herenkamer. En kijk, die ruimtes, die zijn allemaal nog vrij in vrij originele staat, dus daar zit nog echt de oude lambrisering zitten nog aan, dus daar kun je gewoon zien hoe het dus was. En ja, als je een beetje, een beetje een verhaal erbij vertelt, ja, je bent gewoon een half uur bij je bezig om even een rondje door die kamers te maken. Ja. En uh, ja, dat, 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 ja dat, dat merk je gewoon als je dat doet. Ja, worden mensen worden er echt heel erg enthousiast van. Want ik, ik heb natuurlijk in de loop der tijd heb ik ook allerlei dingen ontdekt uh, of allerlei technische snuffjes bijvoorbeeld, waarvan ik helemaal niet wist dat ze toen al bestonden. Waar, waar ik me over verbaasd heb. Bijvoorbeeld. Uh, nou ja, een, een, een centraal stofzuigsysteem. Ja, dat, dat zat erin. Dat, wat, maar ik moet zeggen, uh, uh, dat, dat zag je in die tijd bij dit type huizen al meer. Um, uh, uh, even denken, uh, er zat een lift in. Maar is dat een soort dust-devil die er rond die hoort? Nee, nee, daar nee, het is heel mooi. Het is, uh, je hebt eigenlijk in elke kamer het beneden aan de plint zit een klein schroefdopje. Dat schroef je dan los en dan kun je dus eigenlijk een hele lange slang kun je dus aanschroeven. Want. We hebben het dus over 1924. En in die tijd had je dus nog geen draagbare praktische uh, um, ja, stofzuigers. Komen stofzuigers kwamen uit de muur? Ja, eigenlijk, er, ja dus, dus ze zetten eigenlijk allemaal buizen in de muur. En die kwamen dus bij elkaar beneden in de kelder. Daar stond dus, daar stond echt een groot opvangbak. Het mooie is, in het archief ligt ook een fundatietekening voor de stofzuiger. Ik heb er nooit eerder een fundatietekening voor een stofzuiger gezien. Um, uh, maar het, het hele, hele huis kon op die manier de stofzuigen. Dus, dus, dus eigenlijk het, het personeel hoefde alleen maar in elke kamer een hele lange slang op, 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 he, daar op te schroeven. En die konden, zet, uh, konden stofzuigen. En dat werd allemaal verzameld beneden in de kelder. Ja. En er zat een lift in. Zelfs, er zaten zat zelfs twee liften in. Er zat een personenlift in en, en een goederenliftje. En die personenlift is, voor zover ik kan nagaan, is dat uh, de tweede lift die hier in Enschede in een huis gebouwd is. Um, het eerste lift die zat in het, in het oude huis wat vroeger ooit de, de uh, bibliotheek is geweest, wat op de plek staat waar, even denken, hè, waar dus uh, ooit de, de, de hofpassage zat. Mm. En, dat, die, en die is dus gebombardeerd in de oorlog, dat was de eerste, dus uh, 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 ja, die is er niet meer. Dus uh, bij mijn weten is de lift in, in dit huis dus nog de oudste, nog steeds functionerende lift in, uh, in Enschede. Geld geen gebrek bij de menko's uh, ja, wat betreft. Uh, ja, klopt, klopt. ja, maar en, en die de Basel. Hè? Want, ja. Ja, goed, ik ben uh, niet zo thuis in de architectuur. Uh, Excuus daarvoor. Maar wat is het voor? Ik bedoel, binnen de, de architecten kennen hem. Uh, is hij uh, ja. een, een bekende? Ja. Kijk, uh, kijk. Iedereen kent denk ik Berlage wel. Mm -hmm. uh, iedereen kent kent ook Kuipers denk ik wel. Tenminste dat is ook vrij algemene naam. Uh, als je kijkt naar de Basel, die zat ongeveer zo'n beetje in de tijd van 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 Berlage. Uh, ja, ik zeg altijd maar zo: als Berlaag in die tijd nummer 1 was, dan was de Basel uh, nummer 2. Misschien een beetje, beetje bevorderlijk. Dat was een beetje de, de Van Hanegum voor Kruif. <laughs> ja, nou, ik heb, ik heb totaal geen verstand van voetbal. Als jij het zegt, dan geloof ik het. <laughs> dan moet ik eigenlijk ook nog een soort uh, vergelijking <laughs> ja, dat hebben. De, uh, die jullie dan weer <laughs> niet kennen. Ja. Dus um, um, ja, maar het was, het was gewoon, in die tijd was het echt gewoon een, een heel. Uh, een, een, ja, een, een, bekend, een bekend architect en uh, stond in, in hoog aanzien. Hè? Ik bedoel, uh, het aardige is dat hij in het begin, uh, want hij was dus een, um, een theosoof, hè? Hij, hij, um, um, hij ontwierp ook vanuit de theosofische gedachten. En het, het aardige is, hij is ooit begonnen bij uh, Pierre Cuypers in het atelier dus, uh, van, van, het, van het Rijksmuseum. En toen, en, ja, Pierre Cuypers is natuurlijk hartstikke katholiek. Hè? Ik bedoel, uh, katholieker had je ze bijna niet in die tijd. En uh, ja, hij ging zich dus verdiepen in de Theosofie. En de Theosofie had te maken met allerlei Oosterse um, uh, uh, gedachten. Hè? Wat, wat heel andere, heel andere kijk op het leven. En theosofie? Ik heb daar ook nooit van gehoord. Nee, ja, Theosofie. Nee. Oh, nou nee. ja, een beetje. Het is, het, is, nou, het is best wel ingewikkeld om uit te leggen wat het precies is. Maar het gaat eigenlijk om dat. Um, um, ja, er zit eigenlijk heel veel in van allerlei Oosterse wijsbegeerten. En het gaat eigenlijk om dat um, uh, zij zien eigenlijk ook, eigenlijk ook alles. Van het kleinste ding, dus van atoom tot het heelal, alles is eigenlijk onderdeel van, van één, één groot geheel. En het, heeft eigenlijk allemaal met elkaar, het staat allemaal met elkaar in verbinding. Ja, ja, ja. En het gaat om harmonie, het gaat om schoonheid. En ja, dat probeerde hij natuurlijk ook in zijn ontwerp op een gegeven moment dan uh, 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 tot uitdrukking te brengen. Te brengen. Ja. Ja. Is het, ben je ook fan? Is het, of, of, of is het dat je op afstand een beetje kijkt naar wat de Basel allemaal deed? Uh, nou, ik, ik, ben, ik ben zeker fan geworden, ja. En, en alle dingen die die, 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 die maakt, hè. als je ziet hoe we. Uh, 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 um, uh, het spreekt mij zeker aan. Ja, het, zijn, het, zijn, uh, het, 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 is, het is, nou ja, om het mij zo te zeggen, het is wel mijn ding, ja. En betekent dat ook dat je, dat je da als architect ja, op een of andere manier uh, daar aspecten van meeneemt in je eigen werk of iets dergelijks? Of? Um, ik denk bewust of onbewust, denk ik wel. Kijk, als je de bazen kijkt bijvoorbeeld, hè, die die je heel vaak op een grit, heel vaak in een raste en een bepaalde regelmaat en een bepaalde helderheid. En ik ken het van mezelf dat ik daar ook vaak wel naar op zoek ben. Kijk, ik ben niet iemand die snel een van de heel schots en scheef blop zal ontwerpen. Een van de hele rare ja, ja. vorm. Broe, dat, dat ligt geen niet in ga, mij. Je bent geen Gaudi. Uh, nee, hoewel ik dat ook geweldig vind hoor. Uh, maar uh, nee, zoiets zou ik, denk, dat zou niet snel uit mij komen. Broe, dat, dat ligt <laughs> niet in mij en ik, en ik weet niet of het nou nou direct met de Basel te maken heeft. maar... Uh, Je hebt elementen die vergelijkbaar zijn, ja, wat dat betreft. Ja, dus, 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 in dat, misschien is dat ook wel de reden waarom de Basel mij dan zo, zo aanspreekt. En hè, ook, dat, dat, ook dat dit een, zo mooi in een grid zit, of niet? Ja, dat heeft, uh, dat is inderdaad, uh, dat heeft uh, de grafische ontwerper. Josien Lendvreek heeft dat, heeft dat bedacht. Uh, want uh, de Basel die ontwierp bijvoorbeeld ook tegelvloeren. Dus in een heleboel van zijn gebouwen liggen dus hele mooie patronen van tegenvloeren En eigenlijk alle, alle, dus onder andere de voorkant, maar ook dus de, 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 de bladen die er tussenin zitten, tussen de hoofdstukken. Daar heeft zij eigenlijk ontwerpen voor gemaakt. Hè, op basis van uh, ja, tegelpatronen die dus ook in het ontwerp van, uh, van de Basel voor, uh, voorkomen. Wat voor mensen hebben zo'n boek in de kast? Um, op dit moment nog niet zo heel veel mensen. Nee. We hebben het, uh, 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 uiteindelijk heb ik dit uh, eigenlijk in, 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 in samenwerking met... Uh, met uh, 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 mijn werkgever, IA-architecten, hebben, uh, hebben dit opgesteld. En uh, nou ja, zij hebben ook uh, de moeite genomen om 400 uh, exemplaren af te laten drukken. Ja. Het uh, gaat ook al, over al, meer dan alleen maar uh, het, dat huis waar jullie ja. uh, in gehuisd hebben. Hè? En, en nou Ja. Met ja. De, de collega's hebben het in, hebben het in hun uh, kerstpakket gehad. En uh, 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 dus in die waren eigenlijk heel erg verrast door. Ik bedoel, zij kennen natuurlijk het gebouw, maar ze vonden het ook leuk om uh, de, die, al die extra dingen erbij te, te, te zien. En um, uiteindelijk geef je uh, zoals gezegd, zij hebben hem nu in de kast staan. Maar, uh, en, nou, toen dus zei zij natuurlijk van eigenlijk moet je hier meer mee doen. Dus, uh, nou, sinds kort. Dus ik heb eigenlijk ook Broekhuis benaderd, hè, dus de boekhandel. Mm. En, uh, sinds kort ligt hij uh, daar op de, op de display. Dus, um, dus kan, kan iedereen het gewoon halen? Want moet je, moet je er ook een fan voor van architectuur voor zijn? Of is het voor een normale lezer ook nog wel te begrijpen? Nou, ik heb het, ik heb het natuurlijk wel zo geschreven dat er niet al te veel technobabbel in zit. Hè? Dat het eigenlijk ook gewoon voor, voor de leek nog, nog begrijpbaar is. Hè? Ik bedoel, dat. En dat heb ik natuurlijk ook in de tijd dat ik rondleidingen deed. Hè? Ik bedoel, je moet het gewoon natuurlijk uh, ook gewoon aan, aan mensen kunnen uitleggen die helemaal geen achtergrond in architectuur hebben. Um, uh, en ja, op zich is het helemaal niet zo moeilijk. Boe. Ja, je moet gewoon niet van die moeilijke woorden gebruiken, toch? Bedoel, uh... <laughs> als je één ding zou tot slot, misschien, maar als je één ding zou, zou moeten uitlichten uit dit boek, dat je zegt van ah, dit is wel, als je dan even dat boek erbij pakt, moet je dat of dat even bekijken? Um, uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk begonnen met, met, uh, natuurlijk met, met uh, die, die 3 D's die ik gemaakt heb, maar. Uh, uh, Eén bijzonder ding wat ik nogal vind van het, van het bestaande, hè? Dat, is, dat is eigenlijk het, het deel wat achter in het boek zit. Hè? Ik heb nog een paar foto's in zitten van, van wat er dus nu in zit. Dat is eigenlijk het heel mooie het, 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 het buffet wat dus in de, uh, uh, wat in, de, uh, het? in de eetkamer staat. Even kijken. Ja, dat, is, uh, dat is dit pas. Ja, we, 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 ja, hebben we hebben daar een camera. Ja, een nu camera. Even... Hè? Dat, is, dat is eigenlijk dit, dit buffet. Dat is eigenlijk echt gewoon een prachtig, uh, prachtig meubelstuk. Uh, waarin je dus heel mooi kunt zien hè, hoe zorgvuldig dat destijds ontworpen werd. Hè, hoe eigenlijk zo'n meubelstuk helemaal onderdeel uitmaakt van je lambrisering, van je vloer, van je... Eigenlijk alles, alles klopt daar dus gewoon, uh, klopt daar gewoon aan. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja, daar word ik heel blij van. Ja, dat zien we. Leuk. Superleuk om te zien. Uh, dankjewel Leon dat je er was. Even wilde uitleggen over dat uh, bijzondere gebouw daar uh, grenzend aan het Volkspark in Enschede. Voormalig hotel Memphis. Ja. Jouw voormalig kantoor. Ja. Het voormalige woonhuis van de van de Menko's. En mensen kunnen het boek dus nog halen mochten ze geïnteresseerd zijn geraakt bij Boekhandel Boekhuis in Enschede. Zeker. Ja. En het heet dus eigenlijk het Menko Edersheimhuis. Ja, het is het gaat, ik zou ik zou kunnen zeggen, het is eigenlijk het Hotel Memphis voordat het Hotel Memphis werd. Ja, precies. Leon de brokers, dankjewel. Ja gedaan.